Er zijn dinsdagavond twee Haagse jongeren opgepakt naar aanleiding van de avondklokrellen. Het duo liep met een zak stenen op straat. Dat meldt de politie aan mediapartner Omroep West. Beide arrestanten zijn onder de 20 jaar. De politie blijft verder de beelden van de rellen van de afgelopen dagen onderzoeken. We willen de raddraaiers eruit halen, aldus een woordvoerder over de politie inzet. Een 19-jarige jongen uit Den Haag is door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van 2 maanden. De verdachte, Ayoub A., heeft afgelopen maandag bij de rellen in de Schilderswijk een steen gegooid naar een politiebus. Hij ontkende dat niet, maar zei wel dat hij niet weet wat hem bezielde. Aldus mediapartner Omroep West. Na de invoering van de avondklok afgelopen zaterdag was het vanaf zondag 3 avonden onrustig in de stad.